Ja, goedemiddag kijkers, welkom bij Auto's Hero. Eigenlijk wil ik helemaal niet zo enthousiast doen over deze auto, want ik heb volgende week een paar dagen kerstmarkt gepland staan en dan wou ik eigenlijk deze meenemen, want ik heb werkelijk waar nog nooit zo'n mooie Volvo XC60 gezien. We hebben er lang naar gezocht, we hebben hem gevonden, daar staat hij, nieuw prijs bijna 90.000 euro, dus werkelijk alle opties zijn aangevinkt. Hij is parelmoer wit metallic, de mooiste kleur op zo'n auto wat mij betreft. Lichtmetalen velgen, 21 inch maar liefst. En wees niet bang, de banden zijn zo goed als nieuw, dus daar ben je voorlopig nog lang niet aan toe. Air design, dus de chrome spiegelkappen, keyless entry, keyless start, privacyglas, chrome omlijsting om de ruiten, chrome dakreling, SCM alarm zit erop, worden vereisten van je verzekeraar, dus dat is prettig dat het erop zit. De buitenspiegels zijn licht dimmend en er zit een dode hoekdetectie op. Ja, en het interieur is misschien nog wel mooier dan het exterieur. Boas en Wilkins geluidsinstallatie, overal zie je speakers. Hij heeft de Air Design sportstoelen. Moet je eens kijken, wat een plaatje. Uitschuifbaar, bieden veel zijdelings steun. Heb je lange benen, zit je er ook heel comfortabel in. Dan hebben we de Virtual Cockpit, digitale display. Uiteraard lichtsensor, regensensor. Mooi de schakelflippers aan het stuur. Ook weer in het aluminium uitgevoerd. Met rubber aan de achterkant, dus dat voelt gewoon allemaal echt heel degelijk aan. Adaptieve cruise control, grootschermnavigatie. Je kunt je telefoon koppelen. Apple CarPlay zit erop, je Spotify app zit erop. Het is als het ware gewoon een iPad. Overal de Bose & Wilkins speakers. Ook een volledig lederen interieur. Met de beige stiksels zie je in het dashboard weer terugkomen. In de stoelen weer terugkomen. Als we naar boven kijken zien we een mooie zwarte hemel. Met een panoramadak met schuif- en kantelfunctie. Deze is ook nog Polestar engineered. Dat is de tuner van Volvo. Op fabriek wordt dat gedaan. En dan kun je op de rijstand ook nog op Polestar Engineered klikken. Levert hij zo'n 220 pk. Is je gasrespons heel mooi. Pakt hij heel goed op. Ja, echt een fantastische auto. En daarnaast zit er zelfs nog. Ga maar eventjes demonstreren. Luchtvering op. Je ziet hem zakken. Zet je hem op de Polestar stand. Zakt hij ook ietsjes door de hoeven. Waardoor hij nog dichter op het wegdek ligt. En waardoor hij nog sportiever rijdt. Het is de D4, 2 liter, 4 cilinder turbo diesel. Standaard 190 pk. Nu door de Polestar tuning zo'n 220 pk. En dat is echt voldoende. Elektrische achterklep. All-wheel drive, dus permanent vierwiel aangedreven. Dat is ook weer prettig, ook in de wintermaanden. Ja, dit zegt ook wel wat over de voormalige eigenaar. Die heeft gewoon echt het hele optielijstje aangevinkt. Waaronder nog de extra rubber matten set, ook voor de kofferbak. Moet je zware dingen inladen, dan kun je de auto zo omhoog en naar beneden doen. Je kunt met één druk op de knop de trekhaak tevoorschijn toveren. Trekgewicht, nou, neem van mij aan, deze kan iedere caravan trekken. Er zit geen krasje of deukje op, het is echt een uniek mooie auto. En zeg je, joh, ik wil nog een keer een diesel, ja koop hem maar, want het aanbod wordt erin gewoon steeds kleiner. Dit is een Euro 6, dus laat je niks wijsmaken over de milieuzones. Dit is gewoon kopen en helemaal afrijden richting de 500.000 kilometer. Echt een plaatje. Eigenlijk is hij direct beschikbaar, maar ik zou het prettiger vinden als ik hem met een week of twee pas hoef te leveren. Want dan kan ik er eerst zelf nog even van genieten. Bedankt voor het kijken.